Hallo Mario, we komen even kijken bij jouw bijzondere quilt. Kan je iets vertellen over waar je mee bezig bent en wat voor quilt je aan het maken bent? Ik heb voor deze tentoonstelling quilts meegenomen waarbij ik voor anderen onverwachte materialen en vormen heb. Dus niet alle quilts zijn vierkant of rechthoekig en er zitten ook andere materialen in. Die sommige mensen dus als afval zien en bijvoorbeeld sinaasappelnestjes of plastic verpakkingen van tijdschriften en zo. Nou, maar als ik het in mijn handen heb, dan schieten er allerlei ideeën om dat te gebruiken mee in mijn hoofd. En dan ja, gaat dat broeien en bedenk ik werkstukken en soms ben ik op zoek naar materialen en dan kom je ook dingen tegen uit het dagelijks leven die gebruikt. En dan probeer ik dat te verwerken in mijn werkstukken. Mogen we even meekijken? Ja, want ik zie hier al iets heel spannends. Voor het thema kronkelt had ik dat. Je kan natuurlijk wel gewoon een Keltische knoop die ik als sieraad heel mooi vind uitbeelden. Maar door een materiaal te kiezen wat anders is, waar je niet zo indirect in één keer aan denkt. Transparant materiaal kan ook nog kronkelen. En toen ben ik gaan uitproberen wat een beetje gaat werken. Tuinslang, dat wil uit zichzelf weer terugspringen. Maar aquariumslang deed wel wat ik in mijn hoofd had. En dat heb ik dus hier verwerkt. En dus, het is gewoon plastic, hè? Ja, het is een plastic aquariumslang. Ja. En die heb ik in een soort Keltische knoop laten komen, zodat het wel kronkelt, maar een eeuwigdurende kronkeling is, die rondgaat de hele tijd. En eerst had ik de achterkant rond, was een gat, en dan viel dat transparante helemaal weg. Dus vandaar dat er ook uiteindelijk weer een organza achterkant aan is gekomen om die tuinslang, of tenminste die aquariumslang weer te kunnen zien. Ja. En het lijkt een quilt, hè? Ja, en ze zijn echt drie lagen met tussenlaag en zo. En bij deze bijvoorbeeld is voor het transparante wat water heeft, dat water wat tegen een rots aanspat en met een volle vaart omhoog spat, heb ik ook dus plastic gebruikt. En plastic zakjes van tijdschriften, die zijn stevig gemaakt, maar wegen heel weinig. En je kunt, als je ze een beetje trekt eraan, dan komen er ook nog weer andere vormen in. En het is een materiaal wat je zo ook enigszins ruimtelijk kan verwerken. Wat goed, wat spannend. Zeg, en dat lijken wel pannensponsen, hè? Ja, dat zijn het ook. Ja. Ik zocht iets wat glimt en dan loop je in een winkel en dan zie je ineens iets. Dan denk je, dat is voor mij dan materiaal om te gebruiken. Ja. Dus dat trek je dan uit elkaar en dan heb je allemaal kleine strookjes die uit zichzelf kringelen. Hartstikke spannend, hartstikke spannend. En hiernaast hebben we weer wat anders. Ja, ik zit in de quiltgroep De Uitdaging. En daar hadden we een aantal jaar geleden het thema De Zon. En toen ik dat thema las, toen dacht ik, nou weet ik waarom ik al die sinaasappelnetjes bewaar. Want ja, ik ben met textiel opgegroeid en altijd bezig met textiel. En voor mij is dit ook gewoon textiel. En toen heb ik dus de wat vurige en hete en uitbarstende van de zon uitgebeeld door sinaasappelnetjes en mandarijnen en uien en citroenennetjes te gebruiken. Je hebt wel wat vitamine C binnengekregen ondertussen, denk ik. Ja, en ik had ze al jaren gespaard eigenlijk. En dan merk je ook dat er nog heel veel verschillende tinten zijn. Albert Heijn doet een andere kleur rood dan de andere supermarkten. Ja, ja. En ze zitten dus allemaal op de hand opgenaaid. De ondergrond is met de machine en drie lagen organza steeds een laag doorgestikt en dan weer een laagje erop gemaakt. En dan met de hand van buiten naar binnen toe de zon gemaakt. Hartstikke interessant. Heb je plannen voor de toekomst? Ga je door met afval? Ga je andere dingen doen? Nou ja, ik noem het geen afval. Nee, het is pas afval als je het niet meer kan gebruiken.
En nou ja, als dat past in een ontwerp, dan wel, ja. Maar ja, het hangt af van wat voor thema of wat voor werk het wordt. En de ene keer zit er gewoon puur alleen katoen en garens en tussenlagen in. En de andere keer zit er wel wat onverwachte materialen in. En ik heb hier een verzameling bij elkaar juist gekozen voor dat, om andere mensen ook eens op het idee te brengen. Ja, dat is heel inspirerend. En er wordt zo ontzettend veel weggegooid. Waar je aan hele mooie dingen mee kunt. En sowieso materialen die eigenlijk nog best hergebruikt kunnen worden. Ja. Mario, mensen die jou willen volgen, die willen weten wat je maakt. Waar kunnen ze je vinden? Ik heb een blog. En dat is mariostoepart.blogspot.com. En daar laat ik altijd zien. En op Facebook, gewoon op mijn naam, dan kun je het nieuwste werk zien. Kunnen we je allemaal weer vinden. En dan weer volgen, ja. Ja. Nou, dankjewel. En heel veel plezier en heel veel succes met je nieuwe grondstoffen. Ja, dankjewel.